En Suriname is al langer dan een jaar malariavrij verklaard. Arts Hedley Cairo is van mening dat het malariaprogramma van het ministerie van Volksgezondheid met ondersteuning van de Pan American Health Organization degelijk heeft bijgedragen aan deze mijlpaal. Malariadag wordt elk jaar op 6 november herdacht in de regio. Er wordt dan stilgestaan bij de resultaten van de landen in de regio. Het thema voor dit jaar is bereiken van de nul malaria doelstelling. Het malariaprogramma ondersteunt is een programma van het ministerie van Volksgezondheid dat eigenlijk alle actoren dus die zich bezighouden met malariabestrijding ondersteunt. Daarnaast zijn we actief met de bestrijding in gebieden die buiten het bereik zijn van de, zeg maar, de traditionele organisaties die met malariabestrijding bezig zijn. We zijn met name actief in de verre goudvelden, waar men doet aan kleinschalige goudwinning. En we focussen vooral op de mobiele migranten. Er zijn een aantal activiteiten die we hebben ontplooid, met name in de gebieden waar malaria voorkwam. Dat is het binnenland. Onder andere het gratis distribueren van klamboes, geïmpregneerde klamboes. Het actief zoeken naar mensen die besmet zijn met malaria en ze meteen te behandelen. Daarnaast hebben we in de tijd een grote awarenesscampagne gehouden om de mensen dus bekend te maken met het malaria-probleem en ze op het hart te drukken om zich te beschermen tegen malaria. En zich ook natuurlijk te laten testen met, om te kijken als ze malaria hebben. De Pan American Health Organization heeft met de ondersteuning van het ministerie in dit proces ook een degelijke bijdrage geleverd door het uitvoeren van verschillende projecten. Technical officer van de PAHO, Oscar Martin, zegt dat het doel om Suriname malariavrij te maken makkelijk realiseerbaar is. Well, PAHO have been supporting the malaria program with guidelines, with manuals, but also with technical assistance, specifically with a person dedicated here in the country working very closely with the malaria program and also working directly with the Malaria Elimination Task Force. It's an entity that guides the program on how are the work they are doing to eliminate malaria. Suriname is committed to eliminate malaria by 2030, right? So, and the country is also going for it. The process have been very hard because it's not an easy task, right? Also, when we are very close to elimination, many other challenges are going to appear. That is how to sustain zero cases. And this is something that we are working very closely with the ministry, going to the interior, supporting them to go to the interior, and also with the network that they have in the interior with the malaria service deliverers that are providing diagnosis and treatment to the mobile migrants that are living in the interior of Suriname. Volgens Cairo moet er nog steeds gelet worden op het dragen van lange kleding, het gebruiken van insectenspray en het slapen onder een klamboe. Op die manier helpen wij allemaal aan het malaria vrijhouden van ons land.